Steve de Ridder, een 2-1 overwinning hier thuis tegen Gent. Ja, het seizoen kon niet beter beginnen eigenlijk. Hè? Ja, loon naar werken zou ik zeggen. Hè. We hebben 9 à 10 weken keihard gewerkt. En vandaag hebben we bewezen dat we heel vervelende ploeg kunnen zijn. En de coach had daarvoor vooraf ook gezegd van we willen goed voetbal brengen, maar we willen ook een heel vervelende ploeg zijn om tegen te spelen en balverlies dan. En ik denk dat we dat vandaag wel getoond hebben en dat we goed als blok stonden. Ja, ook verrassend. Na 2 minuten komen we al voor. Ja, dat moet al een boost geven aan het zelfvertrouwen. Ja, inderdaad. En ik denk dat we nog kansen gehad hebben om verder die voorsprong uit te breiden. Maar ik denk dat er ook nog een penalty geval was. En dan scoren zij op corner, als ik me niet vergis. Dus dat was wel jammer. Maar we zijn er blijven in geloven en we hebben doorgedrukt. Dan op het einde kwamen we wel onder druk, maar hebben we getoond dat we ook karakter kunnen tonen.